Je hebt ook geraakt aan de opdracht van het MBO. En met name ook zorgen dat leerlingen kans krijgen. VSV-beleid, voortijdig school verlaten, waar we enorm goede successen geboekt hebben. En natuurlijk emancipatie. En dames en heren, het is vandaag precies, op vrijdag is het precies 100 jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar werd benoemd in Nederland, Johanna Westerdijk. En dat gaan we aanstaande vrijdag herdenken en vieren. En in de aanloop daarnaartoe heb ik ook die Johanna Westerdijk maatregel genomen, om maar te zeggen. Om te zeggen, 100 jaar na haar aantreden ga ik ervoor zorgen dat er 100 meer vrouwelijke hoogleraren aangesteld kunnen worden. Omdat ik het gewoon niet vind dat verkopen uit het perspectief van gelijke behandeling, dat wij zoveel vrouwelijk talent hebben, dat wel afstudeert, meer dan 50% van de Nederlandse vrouwelijke studenten, van de Nederlandse studenten zijn vrouw, en dat die bij de volgende stap, dat er steeds meer afvallen. Dat heeft mij wel, dat is wat mij heeft gevormd. En ik vind het dan ook heel mooi dat we dat op dat moment kunnen doen. Niet, zeg ik ook maar direct bij, als het gaat om emancipatie, omdat mij alleen vrouwelijke hoogleraren of vrouwen in het bedrijfsleven interesseren. Maar omdat ik vind dat iedereen op elke plek gelijke kansen moet kunnen krijgen. En als minister van Emancipatie, man, vrouw, ook homorechten, ben ik daar zeer, zeer voor gepassioneerd. Maar u kunt mij wakker maken voor elk perspectief van gelijke rechten. Want dat is uiteindelijk waar de PvdA voor is opgericht. En waar wij nog dag in, dag uit verstrijden. Wat ik dat eigenlijk wil, is daar samen met alle leraren, schoolleiders en bestuurders dag in dag uit aan te werken. Te zorgen dat kinderen, als ze één keer een keus maken, dat niet een keus voor hun hele leven is. Maar dat ze ook kunnen blijven stapelen. Dat ze naar nieuwe overgangen kunnen. En dat we stimuleren dat ook mensen buiten het onderwijs, denk aan de voetbalclub, de werkgever, die bijvoorbeeld stageplekken aanbiedt of waar leerlingen bijverdiensten hebben, dat die meewerken aan bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of huiswerkbegeleiding hebben zelfs op school kan plaatsvinden. Kortom, dat we dit met elkaar doen om ervoor te zorgen dat uit elk kind het beste kan komen. Dat is een hele mooie visie die u heeft. Welke obstakels komt u vooral tegen? Nou, waar je vooral tegenaan loopt is dat, wat ik heel goed snap, ouders het beste voor hun kind willen. Maar dat ouders die daar goede papieren voor hebben en hoog opgeleid zijn, dat die dat meer doen dan ouders die dat niet hebben. En dat creëert nieuwe ongelijkheid, dus dat willen we niet. Soms zien we ook dat leraren denken, we vragen maar niet het uiterste van een kind. Want dat is misschien wel veel gevraagd als ze thuis niet een eigen kamer hebben of niet hun eigen huiswerk kunnen maken. En ik wil dat we daarmee breken. Dat we ervoor zorgen dat we elk talent gebruiken. Ik zag toevallig zondagavond een programma op tv bij Nieuwsuur, waarin toch een aantal kinderen nu niet meer terug kunnen in het gewone onderwijs. Hebt u daar ook iets van gehoord? Ja, dat is een heel belangrijk thema. Kijk, we willen dat kinderen allemaal naar het reguliere onderwijs kunnen. We hebben maatregelen genomen voor passend onderwijs, omdat we eigenlijk willen dat ook kinderen met een beperking zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen. En ik zie ook dat dat nog niet overal goed gaat. En dus proberen we ook te overleggen met scholen, met samenwerkingsverbanden van scholen, van hoe doe je dat nou op een goede manier. En zorg er vooral voor dat al die middelen die ervoor zijn, dat is best veel, dat die goed gebruikt worden. Nog één vraagje. Hoe vond u het om vanavond hier in Almelo te staan? Ja, altijd heel leuk. Almelo ben al vaker geweest en het is altijd een feest om hier te zijn. Ook nu. Dank u wel. Vanochtend mocht ik beginnen met Ilse de Lange, weliswaar een randstad. En nu hier in Almelo, dus mijn dag is helemaal goed.